Lachen met de Tros. Op 18 januari van dit jaar maken we een sprongetje van Luf naar de Dolly Dots. Want dan wordt bekend dat de Dolly Dots weer bij elkaar komen voor 3 reunieconcerten in Ahoy. Met groot succes. De concerten zijn uitverkocht. De concert-DVD is inmiddels goud. En de CD komt meteen op 1 binnen in de album Top 100. En toch begint het succes van de Dots op een plek die u misschien niet helemaal zou verwachten. Namelijk in het tv-programma De Tros Top 50. En de dames hebben bij de Tros zelfs ooit een eigen comedyserie gehad. Met steun van veel bekende gastacteurs, zoals bijvoorbeeld André Hazes. Hier is de laatste aflevering van onze doldwaze Dolly Dots. De Tros zendt de comedyserie over de avonturen van de Dolly Dots uit in 1983. Tot groot plezier van de Dots zelf. Het zijn 6 afleveringen geweest. En we hebben er een half jaar over gedaan. Ja, dat is toch voor de gek? We doen mensen in een week. In de Dolly Dots spelen de dames zichzelf, naast grote namen als Ton van Duinhoven, Sylvia de Leur en Lex Goudsmit. De 6 meiden verhuizen naar het toepasselijk genaamde landgoed Dottenhoven. En maken daar met hun manager allerlei doldwaze avonturen mee. Het was in die tijd dat wij ook veel in Duitsland waren. En in Duitsland wilden ze ons altijd in een of andere sketch of in iets, altijd iets aparts. En John de Mol begon net als producent. En die dacht, ja, we moeten een serie hebben zoals de Monkees. Met de Dolly Dots. De populariteit van de dames is in 1983 ongekend groot. Maar het acteren in een tv-serie is nieuw voor hen. En acteren blijkt toch echt iets anders te zijn dan zingen. Wat zeg je? Angela, jullie moeten meteen naar huis komen. Want ik durf de keuken niet meer in. Hé hey, jongens, ik bestel loempia's. Dus ja, ik deed maar wat. Ja, het gaat nee, het wordt best verwacht dat je zelf moet spelen. Kijk, je wil jezelf altijd beter neerzetten natuurlijk, hè? Voor mij zijn teentjes met pindasaus. Het succes van de Dots begint in 1978. 4 van de dames dansen dan in het bekende programma Tros Top 50, gepresenteerd door Ferry Maat. De danseressen zijn zo populair dat een aantal producers wel brood ziet in een meidengroep. Naast de 4 danseressen worden zangeressen Ria en Angela erbij gehaald. De Dolly Dots zijn een feit. Met hits als Radio, Love Me Just A Little Bit More en Boys groeien de 6 meiden uit tot een van de meest succesvolle Nederlandse meidengroepen ooit. De tv-serie versterkt dat succes alleen maar. Ontzettend veel werk. Ja. Dat moest dan, waren allemaal scènes van 20 minuten en zo. Verschrikkelijk veel werk. Ja. Weet je, als er dan iets misging, moest die hele scène. Hele scène, dat je denkt, tegenwoordig zou je dat echt heel anders doen, weet je wel. Voor de opnames van aflevering 3 wordt er uitgeweken naar Tenerife. En de tekstschrijver heeft een hele mooie titel verzonnen. Heet het echt waar? Ongeriefd. Toen was het zo koud, weet je nog? Ja. En wij moesten spelen dat we helemaal Van de hit en we zaten. Het regende nog net niet. Met die kippenvel en dat we dan moesten spelen. En dat we zeiden, we gaan niet in bikini op de televisie. In de serie spelen op verzoek van de Dots veel bekende Nederlanders een rolletje. Zoals Dirk de Lind, Angela, je moet Donald Jones en André Hazes. Voor Angela een memorabel moment als ze mag zoenen met Dirk de Lind. In die tijd was dat een hele populaire acteur. Ik wist niet hoe het moest, zoiets. Ik dacht, hoe gaat dat dan met zo'n gewoon kus? Echt. Dus toen zegt hij, laat maar aan mij over. Ja, ja. Laat, dat doe ik wel. Hij deed ook. Hij heeft het al genomen. Maar toen was het zover. En toen stopte hij auto en dan moest hij me een kusje geven. En op dat moment jumpt hij bovenop me, doet hij, weet je dat nog, met die stoel omlaag. Deed hij net alsof hij me vreselijk aan het pakken was. Vervolgens hebben wij nog zeker een uur lang die scène heen en dan moesten we zoenen. Nou, we ontzettend zitten bekken. En uiteindelijk was het eruit geknipt. Maar goed, dat is dan mijn moment met Dirk geweest. Nog 1 keer dan voor Angela. De scène is nooit uitgezonden, maar we hebben de opname in het Tros archief teruggevonden. André Hazes was de taxichauffeur. Ja. Tom van Duinhoven moest wegbrengen dat die koffer openviel. Dat is viezerik. Dat deed hij hartstikke goed. Taxichauffeur André Hazes moet in de serie de manager van de Dolly Dots naar het vliegveld brengen.
Alleen heeft hij niet zijn eigen koffer bij zich, maar die van de Dolly Dots. En dat zorgt voor het volgende misverstand. Ach, weet u wat het is? Een intellectueel is weer op een andere manier gelukkig. Hè? U heeft veel geestelijke bagage en een klein koffer. Ja. Ja. Nee, geestelijke bagage. Noem jij dat geestelijke bagage? Viezerik dat je er bent. Wat een vies oud mannetje ben jij. Dit is van Angelaatje en dit is van Sjeeltje. Vuile smeerlap. God, niet te geloven. Door die serie... kwam er een ongelofelijke tijd aan. Want toen, toen brak het in één keer los. Hè. Toen waren we in één keer werden we zo populair. Dat... De serie over de Dolly Dots is in 1985 zelfs de aanleiding voor een heuse Amerikaanse film, Dutch Street. Maar de film blijkt niet zo succesvol als de door de Tros uitgezonden serie.